Paulus en Barnabas trekken door Lycaonie, van Iconium naar Lystra. Hier prediken ze op straat. Er schijnt in Lystra geen synagoge te zijn. Een man, die sinds zijn geboorte verlamd is, luistert naar Paulus. Paulus kijkt de man doordringend aan. Deze blik is zeker wederzijds, want Paulus ziet het vertrouwen van de man. Omdat er vertrouwen is, hebben de woorden. Sta op, een genezende werking. In Lycaonie kennen de mensen een oud verhaal over Zeus en Hermes. De twee goden waren in hun streek op zoek naar een gastvrij huis. De arme en oude Philemon en Baucis ontvingen de twee vreemdelingen en zetten hen het beste voedsel voor dat ze hadden. De Romeinse dichter Ovidius heeft dit verhaal onsterfelijk gemaakt. De inwoners van Lystra denken dat de twee goden opnieuw in hun stad zijn afgestapt. Samen met de priester van de tempel van Zeus willen ze deze goden eren met een offer. De bewoners van Lystra spreken Lycaonisch, een taal die Paulus en Barnabas niet machtig zijn. Zodra ze begrijpen wat er aan de gang is, reageren ze heftig. Ze willen niet als goden vereerd worden. Wij zijn ook maar gewone mensen, roepen ze. Ze roepen de inwoners van Lystra op om zich te bekeren tot de levende God. In deze heidense stad kan Paulus niet verwijzen naar de Joodse heilsgeschiedenis, maar Paulus kan de levende God toch ter sprake brengen door te verwijzen naar de schepping en naar alle weldaden van die levende God: regen, vruchtbaarheid. Voedsel en vrolijkheid. De levende God is een gulle God die het geluk van de mensen wil. Dat is de blijde boodschap. In het verhaal over de gebeurtenissen in Lystra zitten universele boodschappen. Wie dankbaar is om al het mooie in de wereld kan de levende God leren kennen. Je moet goed beseffen dat je maar een gewoon mens bent. Vertrouwen brengt genezing en dat vertrouwen komt tot stand in de blik van mens tot mens.